Een zeer bijzonder product. Discovery Center Continuum in Kerkrade was het decor van de vijfde themabijeenkomst van het innovatiehuis Parkstad. Vijf innovatieve ondernemers uit Limburg vertelden over hun aanpak. Wij luisteren enorm goed naar onze mensen. Onze veredelaars en researchers die hebben ook heel veel contact met onze marketing- en salespersonen. En niet alleen dat, die praten ook met klanten om een goed beeld te krijgen van de trends die bij de teler speelt, maar ook bij de eindgebruikers, de consument en de supermarkt. En onze veredelaars komen zelf met ideeën van wat moet ontwikkeld worden, wat zij interessant vinden om te ontwikkelen. En het is zelfs heel moeilijk om ze af en toe van die ideeën af te brengen als wij denken van nou, dat is maar een nichemarkt of een segment. Dan moeten we alles bijzetten om ze te overtuigen van dat ze toch wat minder daaraan moeten gaan werken. Waar wij specifiek voor werken is voor de research, voor onderzoekers. Waarbij onderzoekers ter ondersteuning van hun onderzoek ingewikkelde apparatuur nodig hebben. Dat is altijd unieke apparatuur, altijd apparatuur die eigenlijk nog niet bestaat. En apparatuur die, ik zou bijna zeggen, aan de grens van mogelijkheden liggen. Waar moet je dan aan denken? We maken apparatuur voor het meten in, aan en om het lichaam. Dus we kunnen eigenlijk alles aan de mens meten, of het nou hersengolven zijn of spierspanning of hartritmestoornis bij wijze van spreken. En we combineren dat ook in een technologieplatform. En vanuit zo'n technologieplatform kun je dan bijvoorbeeld weer apparatuur ontwikkelen die voor behandeling of voor zorgtoepassingen geschikt zijn. Innovatie beschouw ik gewoon als gegeven. Twee ondernemers staan naast elkaar. Ze innoveren alle twee evenveel. Degene waarvan het geweten is, wint. Dus als jij en ik ondernemer zijn en jij innoveert beter dan ik, maar ik ben beter publicitair, dan win ik. Dus niet degene noodzakelijkerwijze met de beste innovatie wint, maar degene die vervolgens de innovatie ook het beste aan de man weet te brengen. Is dat wel duidelijk dat vooral die publiciteit zo'n belangrijke rol speelt? Nee, onderschat gewoon niet de kracht van een goed verhaal. Ieder ondernemer die ik tegenkom heeft wel een verhaal te vertellen. Maar je moet het wel vertellen. En dat verhaal is veel, veel krachtiger dan pagina vol advertenties. Dat verhaal is de essentie van wat los je op, wat doe je voor mensen, hoe doe je dat. En dat is een boeiend verhaal. En als dat verhaal verteld wordt en gehoord wordt, dan komt het meestal ook goed met de organisatie. En dat verhaal vertelde deze ondernemers graag. Want zelfs na 90 jaar zaadveredeling zit Nunum Saden uit Halen nog volop kansen. Je ziet het elke dag in de supermarkt, denk ik. Je ziet een heel assortiment van tomaten en sla tegenwoordig dat je vroeger niet kon zien, dat je niet kon krijgen. Het wordt tegenwoordig al voorverpakt bijvoorbeeld bij de sla, voorgesneden meloenen en dat soort zaken. Nou, als die trends ontstaan, dan moet je daar ook gaan voor veredelen. Wij veredelen bijvoorbeeld op meloen waarvan het vocht niet zo gauw uit de meloen lekt, zodanig dat het voorgesneden en verpakt kan worden. Dat zijn altijd nieuwe trends. Je hebt ook nog eens bij de teler, die met allerlei problemen geconfronteerd kan worden, nieuwe ziektes die ontstaan, waar we telkens toch gaan aan werken om nieuwe resistenties in te bouwen. We hebben een vitrificatierobot ontwikkeld voor sample preparatie. Moeilijke woorden, maar het gaat eigenlijk om het onderzoek naar bijvoorbeeld bacteriën en virussen die ingevroren worden en die dan in hun oorspronkelijke staat met een elektronenmicroscoop, een cryo-elektronenmicroscoop in een koude toestand, bekeken kunnen worden. Dat betekent dat is nodig om goed onderzoek te kunnen verrichten naar cellen en virussen en bacteriën bijvoorbeeld. En vandaag bent u op een dag voor MKB'ers. Ja. Wat kunt u die mensen vertellen? Want dat zijn niet allemaal van die medische verhalen natuurlijk. Nee, niet zozeer medisch, maar ik denk het verhaal wat ik hier heb verteld is, het is erg belangrijk om gedegen samen te werken. Samen kun je meer doen en samen kun je sneller naar bijvoorbeeld een markt toe. En dat was de boodschap die ook erg goed aankwam, is dat het samenwerken, het aanvullen van elkaar, zeker in de bedrijven in Limburg, een erg bepalende factor is om succes te hebben.